Leuk dat je weer kijkt. Alleen Charlie is vanochtend van het bed afgevallen. Echt super, super hard vanuit ons bed. Echt, nou, ik ben zo geschrokken. En waar ik zelf in de eerste instantie nog wel zoiets had van, nou, ze zal wel gewoon zeggen, oh, niks aan de hand. En was ze toch wel iets bezorgder dan dat ik eigenlijk in de eerste instantie had verwacht. Omdat ze dus echt wel even, ja, wegdraaide. Maar je gaat echt niet over liefde, hoor. Nou, ja, het is gewoon... Ik vraag voor één om wie kan het meest emoties doen en twee wie heeft de grootste borsten. Daar gaat het uit. Ja, ik zou daar niet aan mee moeten doen. En ik ga nu lekker op de fiets naar de stad. En ik ben daar gezellig met. En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag woensdag bij mij. En eigenlijk had ik al lang op kantoor moeten zitten, want het is 9:45. Alleen Charlie is vanochtend van het bed afgevallen. Echt super, super hard vanuit ons bed. Echt, nou, ik ben zo geschrokken. Ze viel achterover van het bed op haar hoofd. Echt heel erg hard. En toen werd ze echt helemaal niet lekker. De ogen draaiden weg. Spierwit, slap. Nou, echt. Oh, dan schrik je echt zo kapot. Dus, nou, uiteindelijk had ik de eerste hulp gebeld. Maar het was net iets voor 8. Dus, toen leek ze een klein beetje bij te komen. Dacht ik, nou, weet je, ik bel toch maar de huisarts. Dus de huisarts gebeld en nu kunnen we dus langskomen. Het gaat gelukkig wel echt weer een heel stuk beter, hoor. Maar ja, ik wil toch heel even laten checken voor de zekerheid. Omdat ze dus echt, ja, echt niet goed werd. Schrik van mijn leven, echt. Ja, maar goed. Dus dat is het begin van ja, mijn dag vandaag. En ik hoop dat alles lekker goed is. En dan ga ik straks naar huis en dan ja, heb ik gewoon een drukke werkdag. Maar eerst even kijken met de dame, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkst. Dus dat ga ik horen en dat gaan jullie ook zo horen. Zo. Kom maar mee. We zijn inmiddels al heel wat uurtjes verder. Oh, dat is de afstandsbediening. Wij zijn inmiddels al heel wat uurtjes verder. Het is 6:30. En ja, ik ben dus vanochtend met Charlie bij de dokter geweest. En waar ik zelf in de eerste instantie nog wel zoiets had van, nou, ze zal wel gewoon zeggen, oh, niks aan de hand. Was ze toch wel iets bezorgder dan dat ik eigenlijk in de eerste instantie had verwacht. Omdat ze dus echt wel even, ja, wegdraaide en een soort van even weg was. Oké, wat is het volgende wat er is gebeurd? Ik moet al even nadenken, omdat het inmiddels dus alweer avond is. Oké, goed verhaal. Ik ben er helemaal door van slag. Ja, ik was echt heel erg geschrokken, want die dokter die zei van, ja, hè, nou, dit en dit. Je moet haar elk uurtje wakker maken. Ze mag niet langer dan 1 uur achter elkaar slapen. Je moet haar goed in de gaten houden. En de eerste 12 uur zijn belangrijk. En ik ga overleggen met de kinderarts. En we bellen je zo meteen terug, et cetera. Dus ik dacht echt, wow. Omdat ik toch wel gewoon dacht van, nou, hè, het zal wel loslopen. Maar goed, uiteindelijk, lang verhaal kort te maken, is het nu dus 6:30. We zijn dus nu 10 uur verder sinds vanochtend dat het is gebeurd. En eigenlijk is ze gewoon best wel weer redelijk de oude. Ze is wel nog een beetje suffig en sloom en gewoon, ja, een beetje wit en zo. Maar ja, niet meer zoals vanochtend. Ze speelt weer, ze heeft gegeten daar straks. Ze heeft even geslapen. Dus wat dat betreft, ja, ben ik eigenlijk best wel gerustgesteld. De dokter heeft net nog even gebeld. En aangegeven dat wij in principe vannacht haar wel iets langer dan een uurtje mogen laten slapen. Omdat als er echt iets niet goed was, dat dat waarschijnlijk al wel tot uiting was gekomen. Dus nou, dat is in ieder geval fijn en gerustgesteld. Want ja, we waren dus eigenlijk best wel heel erg geschrokken. En ergens wel bang dat er, ja, dat weet ik veel, dat er iets mis kon zijn of zo. Je gaat dan ineens de allergekste dingen in je hoofd halen wat er dan allemaal kan gebeuren. Maar gelukkig is dat gewoon helemaal niet zo. Ze kan weer met een gerust hart verder. En nu zijn we even op Ed aan het wachten. Want die is even wat boodschappen doen voor het avondeten. Ramos is bij mijn ouders. Mijn moeder had hem even opgehaald. Zodat wij, zeg maar, echt kunnen focussen op Charlie. En Bobby natuurlijk, die is er dan ook bij. En dat hij lekker kan logeren even bij mijn ouders een nachtje. Dat is fijn. En nu zit ze hier met meisje. Kijk hoe lang haar ze krijgt trouwens. Zie je dat? Echt niet normaal. Het is echt helemaal aan het groeien. Ze wordt hartstikke blond. Nou goed, ik ga de andere dame uit bed halen. Vandaag was voor jullie niet zo'n boeiende vlogdag. Maar goed, we hebben nog de hele week. Dus dat komt echt wel goed in deze vlog verder. Voor mij telt in ieder geval nu dat zij gewoon oké is. En dat is echt het allerbelangrijkste op de hele wereld. Dus ik, ja, ik ben opgelucht. I wish I knew. The road.
won't stop trying. I wanna be right where you are. Het is druk. En ik vraag aandacht, maar hij wil mij geen aandacht geven. Dan gaan we zo. Ja, zo gaat het gewoon soms. Maar goed, in ieder geval, we hebben wel op zich nog redelijk goed geslapen. Goedemorgen trouwens, het is vandaag donderdag. En het is al bijna 10 uur. We hebben vannacht best wel goed geslapen. Hoefde Charlie maar 1 keer in de 3-4 uur wakker te maken. Dus dat was op zich nog wel oké. Okay. Normaal worden we ook wel 1 of 2 keer per nacht wakker. Dus niet heel anders dan normaal. Het gaat ook weer goed met de kleine dame, gelukkig. Ja, eigenlijk zien we niks geks meer aan haar. Dus daar zijn we echt heel, heel, heel blij en dankbaar voor. Is het alsnog een soort van met een sisser afgelopen. Maar goed, in ieder geval, het is dus donderdag. We zouden eigenlijk vandaag een fotoshoot hebben, Ed en ik. Maar die is verplaatst. Helaas. Dus nou, gaan we zo meteen werken. Mijn moeder komt vandaag. Want die komt vandaag in plaats van gisteren. Nou, heel technisch verhaal. Waar het op neerkomt. Ja, ik dacht ik leg even onze planning voor. Maar goed, waar het op neerkomt. Alles is weer helemaal aangepast. Ed en ik gaan zo weer naar kantoor. En de kindjes die blijven thuis met mijn moeder. Ja, dus dat. Dus we gaan jullie weer even gezellig meenemen straks. Oh, de meisjes hebben trouwens tussen gehad van jeukjes aan. Moet je even kijken. Ah, kijk hoe lief. Ah, mooi. Hoi, Charlieke. Hoi. Zie jij er mooi uit? Eigenlijk is zonder romper mooier. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Oké, ik ga nog even salade maken. Voor ons. En dan... kunnen wij gaan, als mijn moeder er is dan. Ik heb trouwens mijn haar weer geknipt eergisteren. Kijk, het is veel korter. Ik vind het in de staart vind ik het leuk, maar als ik het los heb vind ik het net iets te kort eigenlijk. Maar goed, het groeit wel weer aan. Het is niet dat het lelijk is of zo, maar ik had het net liever ietsje langer nog gehad. Maar oké, okay, dit is hoe het is nu. En in de staart vind ik het altijd wel leuk vlot staan, zeg maar. Ja. Wat zit je net te doen? Ik ben links, dus ik zit aan deze kant. Nee, ik ben ook links. Hè? Nou, als jij gewoon ietsje zo. Ja, het was ook maar een grapje. Oh, het is echt zo. Ik dacht, kom even naast je te kijken wat je doet, maar je blijft gewoon stoïcijn zitten verder kijken naar een beeldje. Spierpijn. Ja. Hier zo. Ik ga zo meteen sporten. Rustig. Hé, hey, alsjeblieft. Ja. Ik wil gewoon als zero, oké? Move. Het is een aardige man. Dan ziet iedereen jouw ware haat. Zo bij jou is het veel met je ware haat. Hey. Over 2 weken begint trouwens Love Island weer. Ja. Vorig jaar, toen Bobby en Charlie uit het ziekenhuis kwamen, toen, of nou in het ziekenhuis eigenlijk lagen, toen kwamen wij elke avond soort van thuis. En toen dachten wij van, toen gingen we tv kijken, toen was dat erop. Okay. Dat was een programma wat eigenlijk nergens over gaat. Ja, het gaat natuurlijk over liefde, maar het is ook gewoon... Nee, het gaat echt niet over liefde hoor. Het gaat gewoon één om wie kan het meest mans doen en 2 wie heeft de grootste borsten. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, het is vrij... Ik zou daar niet aan mee moeten doen. Dan val ik meteen buiten de boot. Het is in ieder geval vrij... Kijk lekker weg, laat het zo noemen, toch? Dat is toch zo? Ja. Ze hebben dat toen gekeken. En nu zei ik, het begint een nieuw seizoen, dus we moeten kijken. Dus we gaan van dacht, misschien wist je het ook niet. Ja, weet je ook kijken, hè? Als je gewoon lekker ergens naar wil kijken wat nergens over gaat. Precies. Goeie tip van ons. Behalve dan over grote borsten en gespierde mannen. Ja, is wel. Grote borsten, gespierde mannen en wie er het meest mans kan doen, dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja, ik hou daar echt van, vind ik het wel. En wat is dan volgens jou mans doen? Ja, gewoon die mensen moeten doen. Gewoon, ik vind het gewoon heel mans. Dat is zo. Ik weet niet, het kan niet uitdoen. Ik ben niet zo. Kijk! Ja, Ed en ik doen de... Hey! Ik kan ook lekker de krulkant niet door. Ja, Ed en ik doen een spelletje. Wie de meeste valt, die hoeft de afwas niet te doen. Dus wie zeg maar verliest, die moet de afwas doen. Er staat echt een hele afwas hier in de keuken. Eigenlijk omdat ik altijd geen zin heb om die afwas te doen, maar dat te zeiden. In ieder geval, oké, nu ben ik. Ik doe mij ook zo'n rondje. Wie de meeste in de mond heeft gewonnen. Ja, precies. Dus die hoeft niet af te wassen. Ja. Ja, maar je moet het wel goed gooien. Ik doe grote. Open, hè? Ja, met de boven, hè? Ja. Oh jongens, ik heb echt zo hard gelachen. Oké, okay. Je ziet trouwens niet eens wat we aan het eten waren. Het is deze box.
Ik had deze eigenlijk bewaard om mee te nemen naar Patricia vandaag, onze fotograaf. Waar we natuurlijk naartoe zouden gaan, maar wat niet doorging. Want ik dacht, dan kunnen we zeg maar na de hele dag shooten, kunnen we lekker snacken met z'n allen. Maar nu we toch niet gaan, dacht ik, laten we gewoon zelf weten. Ik ga jullie even laten zien wat het precies is. Want ik heb deze opgestuurd gekregen en ik vind het echt een heel leuk idee en een heel leuk concept. Nou, het is dus dit doosje van Grace. Dit is gewoon een brievenbuspakketje. Dus als je dit zeg maar online bestelt, dan krijg je het gewoon thuis in je brievenbus gestuurd. Dat is alleen al natuurlijk super leuk. Nou, dan maak je hem open en dan heb je dus... Ik heb de fotootjes al even afgehaald, omdat we natuurlijk al lekker een spelletje aan het doen waren. Maar er zitten dus fotootjes overheen. En nou, dan krijg je dus vier verschillende boxjes met snacks erin. Ze hebben echt heel veel verschillende. Dus je kan gewoon op de website kijken... Ja, welke je dan gaat nemen. En ja, dit is het dus. Ik heb nu lekker chocolaatjes, nootjes. Dit is volgens mij mais, pekannoten. En dit zijn dan van die lekkere proteïnreepjes. Ja, wat mij betreft is het wel echt super leuk om of voor jezelf te bestellen. Of anders een keertje misschien aan iemand cadeau te doen. Dat je hem op laat sturen naar een ander adres. Dat is ook heel leuk. Normaal gesproken kost het ongeveer 6 euro, maar ik heb nu een kortingscode waarbij je maar 3 euro betaalt inclusief verzenden. Dus je bent echt gewoon maar 3 euro kwijt voor zo'n box. En de code is MAMA3. Ik zal hem even nog hieronder aan de beschrijving zetten. Dan kun je gewoon klikken en dan kom je bij het gewenst uit. En je hebt dus echt ja, allerlei verschillende soorten snacks. Sowieso hard en zoet. Hartig en zoet. Dus moet je maar even kijken. Is leuk. En omdat jij dan chef afwas bent... Mag jij deze? Ik heb er nog twee over. Maar toch, het klinkt wel gul. En dan nu even tijd voor twee. Van de dag, want het is inmiddels 's avonds, het is 10 uur. Ik ga heel even douchen, Ed ook, die staat hier achter de deur te wachten, want die was al eenmaal in zijn naki. Dus die is even aan het wachten. Anders dan... wacht hier in mijn naki. Ja, ze zien jou niet. Oh. Als die ze ineens, jullie ineens zo naakt iemand een zak als je wat. Maar Het is echt heel slecht. Het is 10 uur 's avonds, wij gaan douchen, slapen. En that's it. Ik heb... Voor wie was je nou toe? Ed. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ga even dit kleine snoezeltje uit bed vissen. Charlie is al beneden en ik was ondertussen aan het steggelen met mijn peuter over hoe de havermout verdeeld moet worden. Dus dat. En nu gaan we lekker eten beneden. Zo, die zitten. Ja, ik zie er echt heel graag uit. Ik ben nog in mijn pyjama. Het is werken, die is vanochtend om 5:30 de deur uit... Nee, 5:30 opgestaan, 6:00 de deur uit gegaan om te gaan werken. En hij is pas om 5:00 thuis straks. Dus voor hem een lange dag. Ik ben alleen met de kindjes en ik moet even kijken wat we gaan doen. Want het gaat ook regenen en zo. Maar goed, dat zien we straks wel. Ja, nu even ontbijten. Wat denken jullie? Krijgt deze dame nou echt krulletjes? Ik kan het een beetje lastig filmen, maar ze heeft echt allemaal krulletjes aan de achterkant. Of is het gewoon dat het nog kort is of zo? Ik kan me het haast niet voorstellen, want Ed en ik hebben echt heel stel haar. Ik heb nog nooit de steltang gebruikt. En kijk, zie je? Dat is toch raar? Ik vind het een heel schattig daar niet van, maar... Mijn haar is een beetje te grijs. Ik heb te veel zilvershampoo gebruikt. Ik kreeg trouwens ook nog de vraag onder mijn weekvlog die vandaag online is gekomen, vrijdag dus. Wat voor product ik gebruik. Nou, wil ik je dat eens vertellen? Nou. Ik heb geen idee. Ja, dan weet je wel. Je gebruikt het hetzelfde, hè? Oh, zilvershampoo. Ja. We hebben zilvershampoo. Van André Lon hebben we. Gebruik ik ook, kijk. En we hebben gewone shampoo. En dat is nu toevallig André Lon. Andere keer is het Zaios. Het is maar net gewoon wat we hebben of in de aanbieding is. Of wat mijn moeder meeneemt een keer of zo, zeg maar dat. Oh, dat ben jij. Nou, leuk. Dus dat gebruik ik. En zilvershampoo heb ik, zoals je ziet,
nu iets te veel gebruikte deze week. Normaal gesproken 1 à 2 keer per week. En dan niet te lang in laten trekken. En ik heb ook van die conditioner, ook van zilver shampoo. En verder doe ik niks met mijn haar behalve droogfeun en dit zit. Dus het is niet heel spannend. 1 keer per week was het toch? Nee, ja, nee, nooit 1 keer per week. 2 of 3 keer. Ja, meestal 3, maar ik vind 2 nog. Nou, ja, 2 of 3 keer per week. Nou, en Ed is dus thuis inmiddels. En die is lekker eten aan het maken voor hun vieren. Het ziet er wel echt heel goed uit en ik heb ook best wel trekken. Ze zijn best wel lust eigenlijk, Ed. Het is omelet. Zal ik het uitleggen? Mag wel. Het is ei, met, omdat de kindjes ook mee eten. Oh, mijn beeldscherm is vies. Dus je moet even snel praten, kan ik het gaan maken. Met roerbakgroenten, tomaatjes, champignons heb ik aan toegevoegd. Oké. En ik ga nu lekker op de fiets naar de stad. Ik ga lekker met vriendinnen uit eten. En het is nog heel fijn weer. Het is echt nog iets van 25 graden of zo. Dus ik heb zin in, ik stap mijn fietsje op en dan ga ik. Ik heb ook best wel trek, dus het komt goed. En ik ben er en ik ben vandaag gezellig met... We hebben lekker een wijntje en we hebben een borrelplankje vooraf. We konden niet kiezen voor een voorgerecht, dus we dachten we gaan lekker een borrelplankje samen. En ja, dan gaan we aan het beginnen. Gezellig. En daar zijn jullie. Ik was dus mijn tas kwijt met mijn camera erin. Maar die lag nog in de kamer van Bobby en Charlie. En die waren net aan het slapen. Dus goed, ik heb vanochtend overspoord. Ik ben lekker met de ramen naar kantoor geweest. Oh, hij is overbelicht. En nu ben ik thuis. Boodschappen zijn inmiddels in huis. Iedereen zit gezetteld aan tafel. Dus wij kunnen lekker gaan eten. Ik heb ook trek, want ik heb niet zo heel veel mee gegeten na mijn training. Dus we gaan gezellig zaterdag lunchen. Ik vind het altijd lekker om dan tafel vol te zitten met allemaal lekkere dingen. We zijn echt zo'n gezin, hè? Ja, niet normaal, hè? Als je zo zit zo met de 3 van de kindjes. Zijn, ja. Jullie zijn een gezin met ons. Wat leuk. Ja, het is echt zo. Het is echt zo'n groot gezin. Yay! En we hebben dit keer een ander vers brood die je zelf moet snijden. Dat vind ik ook altijd wel lekker. En gewoon weer de standaard lekkere dingen. Blauwe besjes ook. En frambozen. Dus... Is smakelijk. Yes, it's Ladies Day. Yes, it's Ladies Day. En hebben jullie er ook zin in? Ja? Ed die is net met Ramos vertrokken. Die hebben een mannenweekend. Want we zouden eigenlijk bij familie van mij vanavond gaan eten. Alleen door de aangescherpte regels met de corona en maximaal 6 personen nu in een huis. Gaat het dus gedeeltelijk niet door. Met andere woorden, wij zijn er dan vanavond niet bij. Dus Ed die had besloten om lekker met Ramos naar zijn ouders te rijden. En naar een vriend van hem waar hij dan naartoe gaat met Ramos. En allemaal gewoon mannen dingen met die vrienden en zo allemaal te gaan doen. Dus ik ben gezellig met de meiden. In ieder geval vanmiddag. En vanavond komt dan mijn moeder. Komt eten en die komt hier gezellig logeren. Zodat we echt een meidenweekend hebben. Leuk, hè? Ja. Dus dat. Dus ik heb een soort van even het rijk alleen. En ik heb mezelf voorgenomen om een hele chill dag ervan te maken. Dus ik heb geen plannen. Ik ga ook gewoon bijna niks doen. Zometeen even opruimen van het eten. Met de meiden spelen. Vanmiddag als ze op bed liggen ga ik lekker gewoon 1 uur of 2 uur op de bank liggen. En tv kijken en serie en dingen. Dus ja, dus dat is mijn weekend. En ik vind het echt heerlijk. Vooral omdat ik natuurlijk gisteravond ook al weg ben geweest met Kelly, met mijn vriendin. Dus dan vind ik het helemaal chill. Dat je wel even echt iets heel leuks hebt gedaan. Niet dat dit niet leuk is, maar... Ik zat even een onderrondje. Ik doe zelf eventjes de hoe noem je dat? Opening van de dag zingen. Zo. Ed zou het niet zijn. Die zat het zachtgerijnig vanmorgen, Ed. Nou. Of wil jij de opening toch zingen? Ik ben gewoon niet zo'n ochtend. Nee, precies. Dat is nogal een understatement. En ik ben dan soms best wel een beetje irritant vrolijk 's ochtends. En jij bent hier echt een avondmens. Nee, ik ben geen avondmens. En toen zaten we in de auto. Goedemorgen, ik zal even de muziek uitzetten. Het is vandaag maandag
En jullie hebben mij voor het laatst afgelopen zaterdag gezien toen ik vertelde dat Ed zeg maar spontaan wegging naar zijn ouders en dat ik dus met hem beiden alleen was. En toen heb ik eigenlijk helemaal niet meer gevlogd, want mijn moeder was er en we hebben gewoon lekker chill gedaan. En ik dacht van volgens mij is het veel leuker om te laten zien hoe we maandag weer samen gaan werken en wat we dan allemaal doen. Dus ik neem jullie vandaag nog even lekker een dagje mee. Net is opgestaan, dat hebben jullie gezien. Nu zijn we onderweg naar Patricia, want de fotoshoot gaat vandaag wel door, dus we gaan shooten. We hadden eigenlijk een shoot gepland voor 3 verschillende onderwerpen. Eentje daarvan gaat hem nog niet worden, want dan zijn we net eigenlijk iets te vroeg met shooten. Maar de andere 2 die gaan we vandaag wel vast proberen te leggen. Dus dat is heel leuk. Eén daarvan is ons secret project. We komen echt in de buurt nu van het eindstukje. Ik kan ook nog wel even duren. Ja, ik had vorige keer al verteld dat we wat vertraging hebben, omdat er wat dingen zijn waardoor we dus vertraging hebben opgelopen. Omdat we dat niet helemaal hadden overzien van tevoren. Maar goed, nu hebben we dus de foto's. Dus als dat staat, dan kunnen we ook weer verder met het stukje van de website. Zodat het zeg maar goed op de website kan komen te staan. Dus dan wat dat betreft zijn we daar weer een heel stuk verder dan in straks als we de foto's hebben. En dan hebben we volgende week vakantie, want dit is onze laatste werkweek. En dan moet het toch wel heel snel, als het goed is, een soort van online komen. Dus dan kunnen we het eindelijk met jullie delen. Maar goed, dat gaan we dus vandaag doen. Ik heb er wel zin in. Ja. Zo, we zijn inmiddels bezig. We zijn nu boven de producten aan het schieten. Spannend. Maar het wordt wel echt super, super tof. Jij weet nu gewoon ons secret project, hè, Patricia? Ja. Niemand die dit weet, maar jij schiet het nu gewoon. Dat is cool. Dat is cool, hè? Zeker. Wat vind je ervan? Ik voel me enorm goed. Dat is zo irritant. Ik zat net met Kimberly in de auto en ik moet altijd van haar, als ze iets terug moet brengen, dan wil ze zelf nooit, dan moet ik dat doen. En ik ben dan zo iemand die dat uiteindelijk altijd doet. Na een soort van discussie. Ik zat net gewoon achter het stuur, zij kon gewoon zo uitstappen, maar dan moeten we toch wisselen. Dus ik loop hier met mijn tassie. Misschien komt het wel omdat we de hele Intersport of alle sportwinkels wel eens leegkopen. En dat we dat dan terugbrengen, omdat we soms gewoon heel veel halen om te checken wat past of wat leuk is. Maar goed. Dus jij denkt dat je vlog niet zo interessant is en dan moet ik gaan vloggen? Ja, klopt. Doe niet zo dichtbij. Jij doet altijd heel dichtbij. Ja, hoezo? Ik kan het ding toch moeilijk tegen mijn gezicht aanhouden? Ja, beter dan tegen mijn gezicht. Als het eenmaal 5 uur is geweest, dan word je er niet blij mee van. Nee. Beetje een roze broekje. Ja, mooi hè. Ik heb ik heb dat roze jasje. Misschien heb je het wel gezien op mijn Instagram. Heb ik laten hangen. Dat was wel heel roze. Heb je het niet online gezet? Had ik niet online gezet. Nee. Ik had zo'n roze jasje in dezelfde kleur als deze felle kleur roze. Iets meer inzoomen, dan kunnen mensen het nog net iets beter zien. Ja. Ik dacht, weet je wat? Ik doe gewoon het bijpassend bij Newborn Fit Mama. Ja. Dus roze bij roze. Dan hoor ik er echt bij. Ja, maar het was wel iets too much. Ja. Het leek net of je naar de Gay Pride ging. Zo roze. Of naar Roze Maandag op de Tilburgse kermis. Ja, maar dat had best gekund. Ja. Maar hoezo associeer jij de kleur roze daarmee? Nee, is de... Nee, geintje. Ja, geintje. Inderdaad. Maar roze kan ik toch wel hebben? Absoluut, jij kan alles hebben. Je hebt van die mensen die staan alles. Nou, jij bent daar één van. Ja. Ik ben gewoon helemaal van mijn apropos. Nu ik het weekend niet heb gevlogd en nu ineens op maandag dit allemaal gezellig jullie mee aan het nemen ben ik gewoon helemaal van mijn apropos afgeraakt. Nou, wij gaan even pakketje wegbrengen, dat had je dus net ook al gezien. Lekker boeiend ook, maar ja, it's life. Ik geef jullie even het levendig bewijs dat Ed niet de enige is die het pakketje moet doen. Want ik zag net zijn stukje vlog terug. Kijk eens, tata, ik ga met de andere helft. Kijk, wij zijn thuis gekomen en er is gewoon gekookt. Voor de meisjes. Zomaar uit het niets. De tovenaars zijn langs geweest. En ze heten mijn schoonouders. Dus wij kunnen lekker aanschuiven en gewoon lekker gaan eten. Heel chill. Schoonvader. Schoonvader, zoals ze noemt. En toen was het 7:15. Kindje ligt net op bed. Ed die is naar kantoor, die is werken. Mijn schoonouders zijn net weg. En ik heb lekker mijn
pyjamabroek aangedaan. En nu ga ik even werken. Ik moet de beelden doorsturen van deze weekvlog, waar jullie nu naar hebben gekeken. En ik moet de foto's uitzoeken van de shoot, want die zijn al binnen. Dus die moet ik gaan selecteren, zodat we zeg maar goede keuze kunnen maken in wat we dus het mooist vinden. Dus ik heb nog wel eventjes te gaan vanavond. Vandaar dat ik deze vlog ook maar meteen af ga sluiten. Ik denk dat hij iets korter is dan normaal. Maar goed, we gaan het zien. Ik vind het altijd heel lastig inschatten van tevoren hoe lang die duurt en wat ik nou heb opgenomen en zo. Maar aan de andere kant, ik zie aan het einde van de week altijd wel weer hoe het is geworden. Dus ook deze week. Oké, in ieder geval dankjewel voor het kijken. Ik heb nu trouwens dit is mijn laatste werkweek. Dus als jullie kijken, dan heb ik net vakantie gekregen. Ik denk daarom ook dat er volgende week geen weekvlog online gaat komen. Omdat ik anders in mijn vakantie moet vloggen. En ik denk dat het beter is als ik dat niet doe. Dus ja, ik denk dat ik jullie dan over 2 weken weer zie. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Als je het leuk vond, laat even een reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!